Pieps. Vandaag de tweede aflevering van Panel 035. Wij zijn vandaag bij Coronel Karting in Huizen. In Panel 035 testen we allerlei dingen uit die je normaal niet zo snel zou doen. Iedereen is wel eens gaan karten, maar is karten nou echt een sport? Dat gaan wij voor jullie uittesten. Nou, eerst welkom op het dashboard. Een hele mooie grote zwarte knop zitten. Bovenste stand blijft het vaststaan. Staat in zijn vooruit. Stel je staat vast en je kan niet meer vooruit. Onze stand moet je ingedrukt houden. Tegelijkertijd geef je gas. Hoor je achteruit. Als je weer naar voren wil, moet je zelf weer even naar voren. Jullie jezelf eerst even voorstellen. Ja, natuurlijk. Mijn naam is Stefan. 26 jaar. Ik werk hier bij Coronel Kart Racing. Ik doe het nu 3 jaar en ben leidinggevende van de baan. Goedendag, mijn naam is Dion de Vree en ik ben net 2 maanden in dienst hier. We hebben een aantal vragen voor jullie. Waarom is karten zo vet? Nou ja, natuurlijk laag bij de grond, lekker snel, adrenaline. Mensen vinden dat geweldig. En we horen ook altijd leuke dingen als ze uit de karts komen. Dus ja, waarom zou je het niet doen? Champion, ja. Yeah. Ik ben Tim Coronel. Ik ben vooral vierwielfanaat. Dat wil zeggen in het zand met de Dakar buggy of met karten of met racen. Het maakt mij eigenlijk niet uit. Dus... Deze baan is van u? Ja. Wanneer en waarom heeft u deze opgezet? Eigenlijk is dit ontstaan in 94. Het klinkt even cru, maar mijn moeder was een alleenstaande moeder. En wij dachten toen van, joh, er mag alleen iemand blijven, een man dan, in huis. Als hij een kartbaan achter in de tuin bouwt. Nou, we hadden een postzegeltje, dus dat kon helemaal niet. Maar dat was eigenlijk onze gezegde. En toen overleed onze moeder. Toen dachten we, weet je wat, we investeren die centjes in een kartbaan. En wat wij heel erg leuk vinden. En zo is dit eigenlijk helemaal ontstaan. We doen dit nu al zo'n 22 jaar gezamenlijk met 4 gebroeders en heel erg naar ons zin. Eigenlijk is dit gewoon een beetje mijn speelkamer. Tim en Tom Coronel, bedankt dat we hier mochten karten. We vonden het een superleuke dag. Wij hebben besloten dat karten toch echt wel een sport is. Jullie moeten het zeker een keertje komen doen, dat dan vooral bij Coronel Karting.